Luc. Ja, nieuws van vandaag. De situatie op de weg werd vandaag beheerd door de politie. Die willen namelijk een betere CAO. En na een aantal publieksvriendelijke acties was er vandaag echt menens. Een hele grote lading met politieauto's. Je ziet hier achter mij, reed met 60 km per uur van Noord naar Zuid-Nederland. Vanochtend in Groningen en met een gangetje van zo'n 60 km per uur. U ziet hier beelden in de buurt van de Afsluitdijk. Rijden de politieauto's en motoren over de snelweg. En de rest van het verkeer komt er niet langs. Marijn Doggen, elders in het land. Laatste keer dat je sprak was je in de buurt van Amsterdam. Waar zijn de langzame agenten nu? Nou, langzame agenten zijn heel erg langzaam, want ze zijn nog steeds in Amsterdam. Ze hebben net een pauze gehad, een plaspauze. Ja, even een plaspauze, broodje bal erin en dan weer gaan met die banaan natuurlijk. Maar niet al te hard, want dat is de bedoeling dan. Eigenlijk gewoon langzaam rijden, files erachter, het zorgt ervoor behoorlijk wat problemen. Nou, vanochtend in het noorden was het wel redelijk ernstig. Er waren files van 5, 6 kilometer. Op zo'n moment dat zo'n lange file ontstaat, dan zeggen de politieagenten wel van nou, we gaan even aan de kant en we laten de mensen er voorbij. En dan gaan ze weer op de snelweg. Rondom Amsterdam viel het allemaal wel mee. En ook nu lijkt het wel mee te vallen. Dat is natuurlijk ook logisch, want ze staan hier langs de snelweg. Dus nu rijdt iedereen gewoon door. Ja, leuke grap. Goed. Uiteindelijk was het in de avondspits wel echt hommeles. Want op de A58 stond toch een behoorlijk lange file bij Eindhoven. Was wel één voordeel, ik kom daar toch nooit. Goed, over politieagenten gesproken. Hero Brinkman was vandaag weer het middelpunt van de belangstelling. Hij heeft namelijk een nieuwe politieke partij opgericht. De Ondernemerspartij OP. Niet te verwarren met het, dit bedrijf. Ja, OP. Het lijkt er toch wel een klein beetje op. Goed, doet er niet toe. Ondernemerspartij, dus een partij voor en door ondernemers. Met als politiek leider Hero Brinkman. Denk je meteen, nou, Hero Brinkman als een politicus en een politieman, maar niet echt bepaald een ondernemer. Hoe komt hij daar terecht? Nou, dan denk je dus echt verkeerd. Dat die politieman maar zo in één keer met ondernemers om de hoek komt kijken, dat is natuurlijk niet waar. Ik heb in het verleden ook economie gestudeerd. Ik ben altijd ondernemend geweest. Mensen die me kennen zullen dat bevestigen. Ja, precies. Hero Brinkman, ondernemend mannetje. Dat weet echt iedereen. Hè? OP is bijvoorbeeld alweer zijn vijfde partij waar hij bij zit. Hij staat bij de Partij van de Arbeid, bij de PVV, bij de OBP, de DPK en nu dus de OP. Dus je kan met recht zeggen, daar is Hero Brinkman nogmaals. Ja, nogmaals, het gaat niet om mij. Nogmaals, daarin heb ik wel duidelijk aangegeven. Ja, nogmaals, ik heb een streep gezet. Nogmaals, ik ben één stem in de hele radar. Maar nogmaals, het gaat niet om mij. Ja, nogmaals, dit is mijn idee. En daar moeten we mee doen. Zijn idee, nogmaals. Goed, virus van vandaag. En ik begin met echt een hele vette. Kijk goed mee. Hier, daar bij de pijl, loopt een mannetje. En die is een drone aan het besturen. Hij heeft een mooie locatie uitgekozen. Alleen hij komt erachter, de batterijen zijn leeg van zijn drone. En dus besluit hij zijn drone te gaan redden. Oh, die komt gewoon aangereden, echt. Is hij op tijd? Hij is te laat. Oh nee! Oh nee! Ja! Hij haalt het. Nee. Hij haalt het. Nee. Ja! Nee, hij haalt het niet. Hij haalt het niet. Let op. Ja! Ja! Oh, klein golfje. Oh. Hij haalt het nog. Mooie actie. Goed, gaan we naar de McDonald's. Daar is een groep vrouwen flink bezig geweest met een leuk avondje stappen. Lekker wat biertjes en andere dingen gedronken en zo. En vervolgens gaan ze dan bij dat restaurant en willen ze een hamburgertje hebben. En ze willen per se die nieuwe, hoe heet ik weer, de McCoprol. Ja. Ja, verkopen ze alleen maar daar, denk ik. Oké, kattenfilmpje. Let goed op. Deze gaat heel erg snel en supersnel zelfs. In de hoofdrol de stijfste kat ooit. Ik denk dat. Goed. Oh. Goed. Oké, bijzondere beelden dan. Sterker nog, dit zijn de laatste beelden die met deze telefoon zijn opgenomen. Kom. Komt hier nu met die camera uit. Oh. En tot slot Rusland. Kijk mee, in Rusland daar wonen nog echte mannen en die zijn een boom aan het omhakken. Dat is de bedoeling en dat doen ze daar in het weekend. Safety first uiteraard in Rusland. Ze hebben hier een klein lintje gespannen en houden het publiek op afstand. En als die boom dan omgaat, dan is het eigenlijk niet heel moeilijk, want dan kun je altijd nog opzij stappen natuurlijk. Hè? Gewoon een stapje opzij. Ik ben benieuwd wat dat in het Russisch eigenlijk is, een stapje opzij.
Oh, god. Oh.